Goedendag kijkers, we staan hier bij Partycenter, Café en Restaurant Johanneshof. En we staan hier met een speciale reden. Want de gezamenlijke vriend van ons, Dr. Peacock, heeft hij misschien wel zijn wildste jaren beleefd voordat hij op het podium stond. We gaan een kijkje nemen in de keuken waar hij stond. En misschien krijgen we hem ook wel zover dat hij pannenkoekje voor ons gaat bakken. Ga je mee? Steve, jongen. Je hebt hele wilde jaren beleefd volgens mij. Ja, dat is echt lijp. Ja, hè? Dit was mijn eerste baan. Ik was toen 16. Ja, hier is inderdaad echt mijn liefde ontstaan voor de horeca, voor het feesten, voor drank, voor ja, allerlei gekkigheid. Dat hele sfeertje van zo'n restaurant, het samenwerken in zo'n restaurant als koks of als bediening, ik heb in beide gestaan. Ja, dat is echt magisch en dat zou ik nog steeds wel willen doen. Ik heb nog steeds die stiekem droom om in de toekomst ook een restaurant te runnen. Nou weet je, ik zou zeggen, leid ons gewoon even rond. Ga ik doen. Het is eigenlijk zeg maar restaurant eventcentrum wat de gehele omgeving wel een beetje bestrijkt. Limburg, Castricum, alles wat er een beetje ondertussenin ligt. Het is eigenlijk gewoon een restaurant. Vroeger was het echt een pannenkoekenrestaurant. En nu is het echt een volwaardig restaurant met nog steeds voor een groot deel pannenkoeken. Maar ze doen hier inderdaad ook feesten, huwelijksfeesten, partijen. Maar het is ook zo mooi met de locatie hier, midden in de duinen eigenlijk. En hier vlakbij zit het strand. Dus het is echt een toplocatie. Je hebt hier wandelaars, paardrijders, gewoon fietsers, wielrenners. Iedereen komt hier even langs, een bakje halen of een pannenkoekje eten, weet je wel. Nou, 16 jaar dat ik hier net begon, was ik een heel rustig jochie. En dat veranderde heel snel in een compleet gestoord iemand. Ja, ik leerde hier echt hard werken, maar ik leerde hier ook hard feesten. En dat kon ook allemaal, de baas zat altijd daar met zijn rode wijntje en altijd lachen en muziek aan. Overdag was het vlammen en dan was het ook serieus, knallen, gewoon vol gas. Ik vond het ook vet. En dan het contrast met daarna hier los en het kon ook. Lachen en over de tafel heen flikkeren en alles kon. Maar dat was ook nodig. Het oude horeca gevoel. Ja, het oude horeca gevoel. Hard werken, maar daarna ook gewoon hard feesten. Ja, precies. Ja. Ik ben eigenlijk wel benieuwd naar je keuken. Gaan we daarheen? Let's go. Ja, het lijkt gewoon helemaal vol staan en dan kwamen we hier allemaal mensen. Dus die moest ik dan aansturen van daar. En sommige borden waren heet. En, gekhuis, maar ik hou ervan. Ik hou van die gekhuis. Want gewoon, dat het zo druk is dat iedereen denkt, hoe kunnen we dit nog redden? Dan ga ik lekker. Ik heb wel eens gehoord dat je vrij ondeugend was in die tijd. Ja. En je hebt hier wel eens beneveld gestaan. Ja. Mag ik dat zo zeggen? Of ik heb een keer hier, precies hier, had ik een glas met Bacardi en een heel klein beetje cola voor de kleur. Had ik hier staan en het was 3 uur 's middags of zo. Ik was zat hier gewoon zo in het luim. Ik was helemaal van de wereld. En de beste dag daarvoor was ik een nacht doorgehaald. Dus ik moest wat alcohol hebben om te kunnen blijven staan. Dus op een gegeven moment komt Simon, de bediening, die komt hier aan. Die ruikt zo aan het glas. Wat is dit? Dat was de eerste keer dat ik gepakt werd. Dat gebeurde natuurlijk wel vaker. Maar toen moest ik even op een matje komen daar bij de bar, bij de baas. Dit kan echt niet. Dus ik mocht gelukkig blijven werken. Daarna is het nog een keer gebeurd. Nadat je zeg maar luikmaster was, ben je uiteindelijk gepromoveerd naar de keuken toe? Ja, ik mocht naar de keuken toe. Ja, nee, ik wil het echte verhaal vertellen. Dus niet. Nou krijgen we het echte verhaal. Het echte verhaal. Ik werd niet gepromoveerd naar de keuken, ik werd gedegradeerd naar de keuken. Want ik zag er op een gegeven moment zo slecht uit. Ik had mijn kop helemaal kaal geschoren en ik liep er echt bij als een zombie. En toen zei de baas van, Steve, je ziet er niet uit. Ik kan je niet meer naar mijn gasten sturen. Dus je mag je spullen pakken of je mag naar de keuken. En toen zei ik, dan ga ik naar de keuken. Dus ja, ik werd bij de pannenkoeken gezet. En dat vond ik eigenlijk hartstikke leuk. Dus heb ik gewoon al 3 jaar lang heb ik daar fulltime pannenkoeken staan bakken. Dus je bent heel goed in pannenkoeken bakken? Ja, ik weet niet of ik het nog kan, maar ik denk het wel. Nou weet je, ik zou zeggen, ga jij even snel omkleden.
En dan gaan wij zo meteen even kijken hoe hij die pannenkoeken gaat flippen. Want ik ben niet alleen heel erg benieuwd, ik ben ook heel erg hongerig. Man, man, man. Niks veranderd. Oké, nou, daar gaan we. Weet je nog wel hoe het moet of niet? Ja, ik weet het wel. Yeah. Hey, ik kom echt pannenkoek uit nu. Tafel 1. Ja. Ja, maak het. Jezus. Ja, kut hè. Ik vind het lekker. Ja, deze is echt helemaal zo. Mooi. Ja, lekker. Even inkomen, Steve. Ik dacht je het kon. Ja, ja, ja. Nu gaat het goed. Nieuwe pannen. Ja, die oude waren zo zwaar dat je hem niet met één hand kon vastpakken. Je moest echt met twee handen. Ja, echt. Dit kon je niet doen. De pannenkoek voor jou, hè? Voor jou. De kutste met appel. Is voor jou manke. Goed. Kan ermee door. En dan een drukje op de bel. Gaan we. Deze is te lelijk om te filmen. Sommige collega's, oude collega's, we hebben natuurlijk heel veel meegemaakt, die zijn weg en dan hoor je, of dan zie je hem weer een keer op het terras zitten. Wat moet even naar hem toe? Ja, precies. Kijk dat. Ja, dat zijn de kleine dingen. Maar. Het is gewoon even, je mist een stukje gezelligheid. Hou het niet rust, nee. Had zijn eigen muziek mee. Wat zijn? Dat betekent dat jullie ook altijd. Ja. Als we dan klaar waren, dan ging de muziek ging aan. Ja, dat was niet mijn soort. Nee, hè? Ik hoop dat jullie het allemaal leuk hebben gehad. Dit was dus een trip back to memory lane van Dr. Peacock. Heb je het leuk gehad? Ja, super vet. Ja? Ja. Goede herinneringen opgedaan? Ja, echt weer als ouderwets. Je bent even binnen en het voelt gelijk weer alsof je aan het werk bent. Ja, echt gaaf. Lekker man. Ja. Hey, voor de mensen thuis, wat kunnen we nog verwachten van jou qua muziek? Komen er nog wat leuke dingen aan? Ja, zeker. Ik ben met een EP bezig met Seffa. Vier trekken. En dat worden echt vier op zichzelf staande unieke tracks. We zijn niet anders gewend. En er komt er een album aan, maar die niet dit jaar nog. Want zoals ik eerder al beloofd, maar dat wordt volgend jaar. Lekker man. Ja. Dit was hem. Mochten jullie ooit in de buurt zijn van Kastrikum, bezoek dan zeker Johanneshof voor een goede pannenkoek of een lekker visie met heel vriendelijk personeel. En misschien kom je Piek ook wel tegen daar. Soms ben ik hier. Ciao. Oh.